Hallo, van Ervenakker nummer 60 Oude Toon. Met Oude Toon werken wij gedurende de zomer nu alweer ettelijke jaren samen. Onze samenwerking berust op wederzijdse vriendschap, oprecht gehouden door het devies dat alleen de zon voor niks opkomt. Maar daarnaast leren wij veel van de veelzijdige ervaring van de oude baas, die zijn hele leven in de landbouw heeft gewerkt en er het zijne van weet te zeggen. Hij heeft een gloeiende hekel aan onkruid, hetgeen hem tot een voortreffelijk en vermoed wider maakt. Gisteren nog stonden we te praten met de buurman, die een perceeltje melden met bonen heeft. Doch Toon staakte weldra het gesprek, sprong over het slootje en begon met zijn schrabber de melden geweld aan te doen. Met veel moeite kregen we hem terug over de grip, omdat ook wij, helaas niet brandschoon van onkruid, onze bootjes aan u kunnen tonen. Kom, Toon, zeiden wij. Onwillig kwam hij en als een terrier die men van zijn prooi terugroept, wat een vuil zuchtte hij, wanneer hij een beetje verdrietig een sigaretje rolde. Verder is Toon een prima verteller, doch zijn repertoire was reeds na het eerste jaar uitgeput, wat hem evenwel niet weerhoudt om ieder jaar opnieuw grootse verhalen uit het verleden op te halen. Wij kennen de verhalen van slimme, stomme en middelmatige boeren waar hij werkte, van zijn eigen slaven. Toen hij pas pas getrouwd was, we kennen de kwalen van Kaats en vrouw, we weten dat ze pront en preuts is en het laatste jaar moeten wij zelfs de naam noemen van het plaatsje in Canada waar zijn dochter woont, want daarmee breekt hij zijn tong als hij zijn gebit in het glas heeft laten zitten. Toch zouden wij Toon niet graag missen, want wij zijn eraan gehecht als aan een verstandige grootvader. Ook al bezitten wij de onstuimigheid der jeugd, toch hebben wij geleerd dat er veel te leren valt van het bezadigde oordeel der bejaarden. Maar sinds enkele dagen is er een nieuwe werker aan onze zijde verschenen. Hij komt uit het oosten, uit het Midden-Oosten en zijn naam is Nadaf Cohen. Hij woont in Israël en is lid van de kibbutz Ramat Hayesafet. Via de Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland is hij bij ons gekomen. En ieder jaar arriveren er zeven personen uit de Joodse staat in Nederland om hier indrukken op te doen uit de land- en tuinbouw en tevens de gelegenheid waar te nemen om Europa te zien. Want ondanks hun fraaie en op idealisme gebouwde staat tonen zeer velen een intense belangstelling voor het gebied waar hun vaderen vandaan kwamen. De familie Cohen komt oorspronkelijk uit Litouwen, maar emigreerde in 1933 naar het toenmalige Palestina, waar ze enthousiast meehielpen aan de opbouw van hun kiboets. Wij zijn erg tevreden over het werk van Adaf. En ook Toon valt bij hem in de smaak, want hij wiet goed. En Adaf spreekt alleen maar Engels en naast zijn moedertaal het Hebreeuws. En dat maakt het contact wel wat moeilijk tussen Toon en hem. Maar met veel gebaren en gekke gezichten trekken komen we al een heel eind. En soms voeren we lange gesprekken in het Engels, maar Toon, die er niks van verstaat, stoort zich daar niet aan en begint gewoon ook een gesprek tegen mij. En dan worden wij van twee kanten toegesproken. Het gaat wel als je eraan gewend bent. En als Toon een oud verhaal vertelt, dan werpen wij er hier en daar een toepasselijke opmerking tussendoor en kletsen verder gewoon door met Nadaf. Maar als Toon iets nieuws te bedden brengt, dan wordt het lastiger. Om dan een redelijk einde aan beide gesprekken te brengen, zetten wij de transistor aan en een vredig stukje muziek brengt vaak de rust, waarna wij dan op dat moment snakken. Toch mogen wij die tijd van het wieden het onkruid bestrijden, wel. Je werkt zo gerust terwijl er tijd overschiet voor dromende gedachten. Dan weten wij zo heel zeker dat we van ons vak houden. Vooral dit jaar, nu de oogst zo weder groeit, tevreden eet je dan het brood van negen uur, terwijl je geamuseerd naar Toons mummelende, gebitloze mond kijkt. Laat de regen dan maar eens op je kop kletsen of de zon je slaperig maken. Wij vinden dat we het mooiste beroep van de wereld hebben. Boer zijn, dat is het einde. Dank u.